of elementen, het zijn grote elementen, die moet berekend worden. Hoe groot dat moet worden, op het moment dat je hem gaat zitten maken en de constructie zover is, moet je niet gaan zitten bedenken. Dus het is nu bedacht, maten zijn uitgezet en nu is het een kwestie van aan de slag gaan. Nog een paar materialen verzamelen en dan gooi je nog een paar formules overheen en dan zijn we. En wat voor materiaal wordt het van gemaakt? Dus PVC, staal, hout en duct tape. En de bedoeling is ook dat het weer afgebroken kan worden, zodat het elders weer opgehangen kan worden, hè? Nou ja, we gaan even kijken wat de mogelijkheden daarin is. In hoeverre we het MVO-achtig kunnen maken. Het liefst cradle to cradle. En anders heel lang rekken. Zodat we het vaak kunnen gebruiken. Ja, een cradle is dat het weer in dezelfde staat weer hergebruikt kan worden. Hè? Ja, maar we moeten wel hier her en der boren en zagen. Ja. Dus dat betekent per definitie dat je dat niet altijd in dezelfde staat kan gebruiken. Maar Zoveel mogelijk. transformatie kan. En er komen dan t-shirts aan te hangen met de teksten van de jongeren en de kinderen. Ja, maar dat is een project van de Vrijstaat en die zijn daar hard mee bezig. En dit is een samenwerking met Gedachtenleven. En het mooiste is als we deze fiets op andere plekken ook als een soort van een gedachte van de bewoners kunnen laten zien. Elke keer als er een fietsevenement is. Dat zou ik heel tof vinden. Dus dan gaan we het proberen.